Zo, we zitten weer in Watergang Ilpendam. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond trouwens, als jullie dit beluisteren. En ik heb weer even wat tijd tussendoor voor een Watergangse boodschap. Ik ben nog steeds bezig met dat fascinerende boek Eén in de naam van Jezus, Bijbelse beginselen waar de broeders voor staan. En ik wilde nu het tweede deel bespreken van een artikel waar ik vorige week mee begonnen ben. Waarom geen predikanten heet dat, en het is geschreven door Henk Medema. Ik heb daar vorige week al wat kanttekeningen bij gegeven. Het tweede deel, dat is paragraaf 2.5, gaat dan in het bijzonder over de woordbediening. De bediening van het woord is geen lichte taak. Het gaat tenslotte om de bediening van het goddelijke woord. Als in een op de schrift gegrond gemeentelijk leven het predikantsambt niet blijkt te passen, mag het antwoord dan ook niet zijn dat iedereen zomaar kan opstaan en wat zeggen. Dat was een citaat, pagina 4041. Dat is juist. Als het predikantsambt zou moeten worden afgewezen, als dat een innovatie is van de gemeente die echt in strijd is met de situatie van het Nieuwe Testament, dan mag dat zeker niet ertoe leiden dat we nu zeggen, door als het ware naar de andere kant door te slaan, dat iedereen zomaar kan opstaan en wat zeggen. Niemand mag zomaar opstaan. En nog even als herhaling van de vorige week. Mijn stelling is dat in de ontwikkeling van de kerk het zeker wel mogelijk is dat we daar ook een element van ambten in onderscheiden. Dus dat we niet alleen maar spreken over de gaven aan de gemeente, dat we het niet alleen maar op deze manier doen. Het is ook wel interessant, op pagina 35 van het boekje wordt een van de brieven geciteerd van John Nelson Darby, een van de oprichters, kun je zeggen, leiders van de beweging van de broeders, de Plymouth Brethren in de begintijd, de 19e eeuw. En daar zegt hij, ik zei tegen mezelf, als de apostel Paulus hier nu zou komen, dan zou hij volgens het officiële systeem zelfs niet mogen prediken, omdat hij geen kerkrechtelijke aanstelling bezit. Maar als er een werker van Satan die in zijn leer de heilandse logenen hier zou komen, dan zou hij vrij kunnen prediken als hij een kerkrechtelijke aanstelling bezat. En mijn christenvriend, een predikant in de Engelse staatskerk wordt dan bedoeld, zou verplicht zijn hem als een medearbeider te beschouwen, terwijl hij het machtigste werktuig van de geest van God, Paulus dus, niet zou kunnen erkennen. Hoezeer die ook gezegend zou zijn in zijn werk om menigten tot de Heer te leiden, indien hij niet volgens het systeem een aanstelling bezat. Dat is retorisch gezien heel fraai gezegd en het lijkt ook meteen overtuigend te zijn. Nee, Paulus zou niet zomaar mogen prediken hier. Maar het punt is, het systeem waarmee inderdaad ten onrechte Paulus wordt buitengesloten, dat is nu juist ervoor bestemd om te voorkomen dat iemand zichzelf Paulus noemt, of met de pretenties van een apostel optreedt en zomaar gaat prediken. Dus het is wel waar dat het, mocht Paulus uit de dood terugkomen om te komen prediken in onze kerken, hij zou inderdaad dan worden tegengehouden, wat een vreemde zaak is. Maar intussen hebben we duizenden mensen tegen kunnen houden die wel de pretenties hebben van de apostel Paulus, maar die helemaal niet kunnen waarmaken. En omgekeerd, als we dan zeggen een werker van Satan die in zijn leer de heiland zou logenen, die mag je dan vrijkomen prediken als in kerkrechtelijke aanstelling bezit. Maar de vraag is hoe lang hij dat dan zou mogen. En of niet de kerkenraad die daar toch bij is en die in zijn, dus hoort dat deze predikant in zijn leer de heiland logent, niet zou kunnen en moeten ingrijpen. Nou, niet per se door hem van de kansel te sleuren, maar in ieder geval wel om hem voortaan het spreken in de kerk te beletten, ondanks zijn kerkrechtelijke aanstelling.
en andere gemeenten voor te waarschuwen dat ze zo'n werker van Satan, tussen aanhalingstekens, niet kunnen erkennen enzovoort. Dus het argument heeft meer retorische kracht dan werkelijke kracht. Want apostel Paulus die zou alleen maar even contact moeten opnemen met de kerkenraad. En als die kerkenraad ervan overtuigd is dat ze inderdaad met Paulus te maken hebben, en waarom zou Paulus dat nou niet kunnen duidelijk maken, dan zou hij, denk ik, ook zonder kerkrechtelijke aanstelling mogen prediken. En als hij zich meldt bij de synode, dan zou hij ook in no time het recht van voorgaan in de gemeente krijgen. Dus het argument baseert alles op het feit dat als hier en nu op de zondagochtend Paulus aan de deur klopt en zegt: hallo, ik ben Paulus, ik wil de kansel op, dat het systeem hem dan op dat moment verhindert om te prediken. Ja, maar ik vind dat helemaal geen relevant argument. Want de meeste mensen die nu aan de deur kloppen en zeggen dat ze Paulus zijn, worden terecht geweigerd. En ik durf zelfs te zeggen dat iedereen die dat zou pretenderen, terecht wordt geweigerd. Het is natuurlijk ook een overdrijving bedoeld om ons te laten nadenken hierover. Als we mensen hebben die kunnen prediken, maar op een of andere manier door omstandigheden van het leven niet aan die opleiding zijn toegekomen, zeker, dan bestaat er de mogelijkheid van de erkenning van de buitengewone gaven. En dan kan iemand toch een preekconcent krijgen. Maar je mag je ook best afvragen, als iemand in beginsel de vaardigheid heeft om te prediken, zou hij dan ook niet in beginsel de vaardigheden moeten hebben die in een studie theologie nu gevraagd worden? En zou zelfs Paulus, die hier optreedt, toch moeten worden ingelicht over de jongste kerkgeschiedenis die hij niet kent? En het verschil tussen de verschillende kerken, waar hij waarschijnlijk, nou, om te beginnen maling al zal hebben, maar toch ook geen kennis van heeft. Het is ondenkbaar, lijkt mij, dat Paulus die hier zou komen zo'n harde houding zou aannemen tegenover dat kerkrechtelijke systeem als hier gesuggereerd wordt. Nu wordt daarmee verbonden dat het principe dan niet deugt. En dan zijn we weer terug bij paragraaf 2.5. Met de vaststelling dat de bediening van het woord geen lichte taak is. Ook de controle op de bediening van het woord door de kerkenraad is geen lichte taak. Ook de reactie van de gemeente op de woorddienst, haar betrokkenheid, solidariteit met de prediker, maar ook haar kritische controle op die prediking. Ook dat is geen lichte taak. We hebben de tekst verlaten daar straks met de vaststelling dat in de vergadering dan niet zomaar iedereen kan opstaan. Dat is juist. En dat is dus ook de vraag, als Paulus nou zou komen in de vergadering, of hij zomaar zou opstaan. Of zomaar zou mogen opstaan. Als hij zomaar binnenkomt en hij is niet in gemeenschap en we kennen hem niet, dan is het de vraag of we het zo prettig vinden dat hij nu gaat spreken. Wat interessant is, is dat Menema ook spreekt over woordgaven die in het openbaar en woordgaven die niet in het openbaar worden uitgeoefend. In het kader daarvan zegt hij heel even dat de uitoefening van de gaven in 1 Korinthe 12 wordt besproken in 1 Korinthe 14... en dat een belangrijk tussenliggend hoofdstuk is 1 Korinthe 13, de weg van de liefde. Dus de gaven van 1 Korinthe 12 die worden op de weg van de liefde van 1 Korinthe 13 uitgeoefend volgens de regels van 1 Korinthe 14. Ik denk er ook aan dat als niet alle woordgaven in het openbaar worden uitgeoefend, het heel duidelijk is dat er woordgaven zijn in de gemeente die zonder meer door vrouwen mogen worden uitgeoefend. Het gaat alleen maar om het in het openbare optreden. En dat leidt weer tot een hele andere redenatie over de plaats van de vrouw in het ambt enzovoort, waar we nu maar even niet over spreken. Wat zijn die woordgaven? In 1 Korinthe 14 gaat het over een woord van openbaring, van kennis, van profetie of van leer. 1 Korinthe 14, vers 6. Uitgebreid spreekt hij in 1 Korinthe 14 over de gave van het profetisch spreken.
terwijl de leer aan de orde komt in Romeinen 12 en 16 en Efeze 4. We zullen spreken over de profetie en de leer, zegt Henk Medema. Nu, profetie verdient ook wel extra aandacht, want de Korintiërs worden aangemoedigd om speciaal naar de beoefening van de gave van profetie te streven. In Korinthe 14 vers 1, jaagt naar de liefde en streeft naar de geestelijke openbaringen, maar vooral dat u mag profiteren. Geestelijke openbaringen is hier de vertaling, hè, dus daar mogen we van zeggen al datgene wat te maken heeft met het verhelderen, toepassen, openbaren van Gods woord. Maar boven alles dat u mag profiteren. Nou denken we bij profetie dat het gaat om geheime kennis, om toekomstvoorspelling. Maar een profeet is, zegt Medema, niet een voorzegger, een voorspeller, maar een voortzegger. Hij zegt het voort. Hij richt de woorden van God tot Gods volk in de nood waarin zij verkeren. En de nieuwtestamentische profetische dienst heeft nog meer te maken met die rechtstreekse woorden van God voor zijn volk dan in het Oude Testament. Het gaat om opbouw, niet in op een vage, vrome manier, geen stichtelijke praat, maar opbouw van de gemeente, dat wil zeggen een dienst waarin het gelovigen stevig gefundeerd worden en groeien in het geloof in de Heer Jezus Christus. 1 Korinthe 14 vers 3 zegt dus ook, wie profeteert, spreekt voor mensen tot opbouwing, vermaning en vertroosting. Dat zijn de drie elementen daarvan. Een woord van vermaning voor gelovigen die van de rechte weg zijn afgedwaald. Een woord van vertroosting voor mensen die in terneerdrukkende omstandigheden verkeren. En voor allen, dat hebben we allemaal nodig, voor allen een woord van opbouw, omdat we het allemaal nodig hebben om te worden gefundeerd en te groeien. Nu, hoe ging dat nou toe in die gemeente van Korinthe? Dat moet behoorlijk chaotisch geweest zijn. De apostel vermaant ze daarom dat er twee of ten hoogste drie profeten moeten spreken. Hij zegt dus niet, weet je, in plaats van dat iedereen daar mag spreken, laat er maar één of twee van jullie, als de meest begaafde onder jullie, het woord gaan voeren. Het was de bedoeling, schrijft Medema, dat allen, onder de leiding van de Heilige Geest, zich beschikbaar zouden stellen om een profetisch woord van opbouw, vermaning en vertroosting door te geven. Dat maakt degenen die alleen maar luisteren helemaal niet puur passief. Laten de anderen het beoordelen, zegt 1 Korinthe 14 vers 29. De gemeente, de kerkraad vaak in de praktijk, moet toetsen of dat wat gezegd wordt overeenkomt met Gods gedachten, zoals dat in de schrift geopenbaard is. Niet elke broeder zal dat doen. De vrouwen mogen in die openbare dienst niet spreken. Niet iedere broeder kan een profetische dienst verrichten. Er zal in een lokale gemeente wel duidelijk worden wie hiervoor een speciale gave hebben ontvangen. Maar het is wel een dienst die door iedereen kan worden nagestreefd, waarin je kunt bekwamen en oefenen. Het is ook helemaal niet erg, zegt hij hier, en dat weerspreekt een heel oud vergaderingsbeginsel. Er is niets tegen als een broeder van tevoren thuis heeft nagedacht over de nood van de gelovigen en hij dan al een woord op zijn hart heeft wanneer hij naar de samenkomst gaat. 1 Korinthe 14 vers 26 zegt immers, ieder heeft een leer enzovoorts. Nou, als je het hebt, dan moet je dat van tevoren al hebben overwogen. Maar die broeder zal zich steeds moeten afvragen of de Heilige Geest wil dat hij precies deze boodschap juist op dit moment in het midden van de gelovigen moet brengen. Het kan zijn dat een ander moet spreken en hij moet zwijgen. Het kan zijn dat hij een andere boodschap moet brengen en niet degene waar hij thuis aan gewerkt heeft. Of het kan zijn dat hij die boodschap niet nu moet brengen. Wat Paulus dus schrijft over de dienst van de profeten, degene die woorden van vermaning en opbouw en troost spreken, woordbediening, dat is van toepassing, vinden ze dus, op degene met een
gave van leraarschap. Het tweede element is leer of onderwijs. Het woord, schrijft Menema, komt tot mensen als een godswoord dat zich rechtstreeks richt tot hun hart, hun diepste wezen, en dat hun geweten wil aanspreken. Maar het woord is in de eerste plaats een goddelijke openbaring. Nu gaat het te snel, en Menema zegt dat is gebeurd in de doperse beweging en het pietisme, maar we zien het ook in het hele wel. Het gaat te snel over de vraag welke uitwerking het woord moet hebben in de geadresseerde. Dat is wel belangrijk, want veel orthodoxe kerken hebben zich alleen maar om de rechte leer bekommerd, maar zijn niet zo bezig geweest met de inhoud van het woord op zichzelf. Menema schrijft, het is van het uiterste belang de schrift te bestuderen. Als dat niet gebeurt, zakt de bediening van het woord weg in stichtelijk gepreek, met meer aandacht voor de bevinding van de gelovigen dan voor de Christus der schriften. De schrift moet nauwkeurig worden onderzocht, want zij is de openbaring van God. In de gemeente van God moet naast profetische dienst ook plaats zijn ingeruimd voor de dienst van leraars. Een leraar moet het woord van God uitleggen. En dat woord is altijd en overal hetzelfde. En het gaat dan niet om de vraag wat hebben de hoorders hier en nu nodig, maar hij moet uitleggen wat de schrift zegt, zodat de hoorders, de gemeenteleden, zicht krijgen op de eeuwige waarheid van God. Profetische dienst dus enerzijds is een woordbediening waar de boodschap is toegesneden op de behoeften en noden onder de gelovigen. En leer en onderwijs wil het woord verhelderen en vanuit de overtuiging dat alle gelovigen er belang bij hebben om de inhoud van het woord als openbaring te begrijpen. Dus voor hem is dat duidelijk gescheiden. Een leraar spreekt niet in de zondagochtenddienst om het woord uit te leggen, maar daar spreekt hij op profetische wijze een woord van opbouw, vermaning of vertroosting. Leraren daarentegen die treden dan op bij conferenties, bijbelbesprekingen, plaatselijke bijbelbesprekingen, regionale bijbelbesprekingen. Daar is niet uitgesloten dat er ook profetische dienst wordt uitgeoefend, maar het gaat toch vooral om het woord. De bediening van het woord in het midden van de gemeente is een zeer ernstige zaak. En de stelling van Menema is natuurlijk dat de bediening van dat woord niet mag worden geformaliseerd in een ambt. De Heilige Geest moet de gelegenheid krijgen daarvoor te gebruiken wie hij wil. Dat is theologisch gezien volkomen juist. Maar waarom zou de Heilige Geest dat niet duidelijk maken door een student in zijn ontwikkeling tijdens de studie en in de eerste stappen op het predikambt en in de verwerking van het onderwijs wat hij krijgt, zodat hij door zijn leraren en door andere kerkelijke representanten erkend kan worden, begrepen kan worden wat zijn competentie en zijn geschiktheid is. Waarom zou dat niet de wijze zijn waarop de Heilige Geest dat doet? Want ook als wij zeggen dat de Heilige Geest in de zondagse dienst moet gebruiken wie hij wil, is het ook wel weer duidelijk dat je daarvoor een bepaalde drempel over moet en dat je de erkenning van de broeders en zusters nodig hebt om dat blijvend te doen. En dat je het ook bij jezelf moet afvragen of je dat wel kunt op dat moment. Het is de vraag of dat menselijke element dat met het ambt natuurlijk wel degelijk is ingeslopen, dat meer geformaliseerde, het kerkrechtelijke element ervan, of dat nou helemaal vrij is van de Heilige Geest, en of daartegenover dit beroep op de Heilige Geest, die vrijelijk moet gebruiken wie hij wil, niet ook tot bepaalde brokken en problemen kan leiden, en of dat helemaal vrij is van menselijke invloed en willekeur. Iemand speciaal voor de woordbediening opleiden en aanstellen is prachtig. Iedereen zomaar wat laten zeggen is ook makkelijk. Maar er is een moeilijker weg en dat is dat de
opleiding niet alles zegt. En dat ook voor de predikant die in zijn ambt staat, het heel belangrijk is om blijvend afhankelijk van de Heilige Geest te zijn. En zich dus ook af te vragen of het woord wat hij die week bedacht heeft aanstaande zondag echt aansluit bij de noden van de gemeente. Of dat het misschien op een ander moment zou moeten of op een andere zondag zou moeten. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom ambt en informeel werk van de Heilige Geest zo volledig tegenover elkaar gesteld moeten worden. Alsof het ene uitsluitend mensenwerk is en het andere uitsluitend werk van de Geest zou zijn. Want hier en daar spreekt hij wel over de gevaren die daarin liggen. Maar ik denk dat in volle omvang de moeilijkheden die hiermee gepaard zijn door hem wat worden gebagatelliseerd. Dat de moeilijkheden die er zitten in de praktijk in vele kerken van de predikant als ambt, dat die wat worden overdreven. Alsof daar de Heilige Geest helemaal geen rol bij hoeft te spelen. Even nog voor de duidelijkheid, ik ben een groot voorstander van de wijze van vergaderen zoals die in de broederbeweging gebruikt wordt. Maar ik zou wel willen dat in de broederbeweging ook meer aandacht is voor een echte opleiding voor degenen die het woord voeren. Waarom hebben we geen duidelijke bijbelscholen waarin ook Bijbels, Hebreeuws en Nieuw Testamentisch Grieks wordt onderwezen? Waarom is er zo weinig aandacht voor kerkgeschiedenis en andere zaken die met de cultuur te maken hebben? Dat zou de kwaliteit van die broeders die het woord spreken toch enorm doen bevorderen. En aan de andere kant lijkt me in de opleiding van predikanten dat het heel erg belangrijk is dat er een hele diepe vertrouwdheid met de schriften ontstaat. Met de nadruk op de schrift zelf, in plaats van die enorme stormvloed van seculiere vakken die in die kerkelijke opleidingen zo'n enorme rol zijn gaan spelen. Gewoon meer aandacht voor kennis van de Bijbel en de manier waarop je die Bijbel in een expositorische preek ook echt tot zijn recht kunt laten komen. Ik ga weer aan het werk. Dank voor jullie aandacht en denk nog eens na over dit ene belangrijke punt. Gaat het niet in het ambt van predikant om het profetische woord? Is dat niet uiteindelijk ook de bedoeling van elke predikant? En zou je in de broederbeweging wat meer nadruk moeten hebben op het verwerven van de noodzakelijke kennis en inzicht bij de uitoefening van je ambt als leraar of als profeet? Dat is mijn punt voor vandaag. Het gaat jullie goed en graag tot de volgende keer.